Het directoraat cultuur heeft vanmorgen mensen de gelegenheid geboden om het condoleanceregister van Erwin de Vries te tekenen in de congreshal. De kunstenaar overleed op 31 januari na een kort ziekbed op 88-jarige leeftijd. De hal was opgefleurd met enkele schilderijen van de Vries. Onder de mensen die hun medeleven hebben getoond waren vicepresident Ashwin Adin, de minister van Arbeid Suwarto Mustaja en historica Cynthia McLeod. Beeldhouwer Junri Udenhout gaf aan dat Erwin de Vries een van de mensen was die naar zijn exposities kwam toen hij pas begon. Ik heb altijd tegen hem opgekeken. Hij is een geboren virtuoos. Hij is gewoon een geweldige kunstenaar die een enorme legacy heeft achtergelaten. Waar elke kunstenaar respect voor moet hebben. En proberen kijken naar zijn legacy om dat te evenaren of misschien voorbij te stevenen. Wat heel erg moeilijk gaat zijn in deze tijd. Waarom zegt u dat? Hij is een geboren kunstenaar. Hij is een geboren kunstenaar. In alle disciplines heeft hij zich bewezen. Klei, gips, brons, schilderen, dat vind je niet zomaar. En u werkt per se met hout? Ik heb in het verleden geschilderd, ik heb met klei gewerkt. Maar ik werk voornamelijk in hout omdat ik me daar beter in, ik voel me daar lekkerder in. Beeldhouwer Junri Udenhout was dat. We spraken hem nadat hij het condoleansregister had getekend van de overleden Erwin de Vries. De Vries wordt morgen met staatseer begraven.